Assalamu alaikum, vrede zijn met jullie allen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie en ik vraag Allah Azawajalla om over jullie te waken. Amin. Ik wil een aantal ideeën met jullie delen over verschillende initiatieven die de afgelopen dagen plaats hebben gevonden. Met name de protesten wereldwijd en zeker in Amsterdam, waarbij ruim 15.000 mensen bij elkaar zijn gekomen om hun stem duidelijk te laten horen en te laten klinken. Wij zijn tegen elk vorm van onrecht en wij zullen altijd voor degene die onderdrukt worden opkomen. Degene die gemarteld worden, kinderen die gedood worden, vrouwen die gedood worden, onschuldige burgers die letterlijk worden uitgeroeid, hun huizen worden gebombardeerd. Ze worden letterlijk van de wereld geïsoleerd. Geen eten, geen voedsel, geen water. Geen humanitaire hulp, alsof ze geen enkele waardigheid verdienen. Ik denk dat als het om een soort of een diersoort zou gaan, dat de internationale gemeenschap iets meer moeite zou doen om hen te redden. Maar omdat het hier om een groepje moslims gaat, in een land die al meer dan 75 jaar wordt uitgeroeid, wordt geterroriseerd door een groep mensen die vinden dat zij niet het recht hebben om een waardig leven te leiden, dan snap ik het persoonlijk niet. En vandaar dat we deze boodschap moeten verspreiden, dat we het moeten verkondigen en dat we met andere mensen daarover in gesprek moeten gaan. Want wij moeten niet in de illusie leven dat wanneer wij een protest of twee hebben gehad, dat we daarmee de wereld hebben gered. De strijd tussen rechtvaardigheid, eerlijkheid, gerechtigheid en onrecht en onderdrukkers is eeuwen oud en dat zal de komende tijd ook nog zo blijven. En daarom is het een kwestie van verantwoordelijkheid dragen. Wij moeten niet in de illusie leven dat wij met één protest of meer, dat we de taak hebben voltooid. En dat we op die manier onze verantwoordelijkheden hebben genomen en dat we terugkeren naar huis en vervolgens een Netflix-serie zitten te kijken alsof er niks aan de hand is. Ik zeg niet dat je geen vermaak meer mag hebben, ik zeg niet dat alles moet stoppen, maar blijf alsjeblieft deze boodschap verkondigen. Blijf alsjeblieft de internationale gemeenschap wakker schudden, want wij strijden letterlijk tegen een reus, tegen een systeem die alles in macht heeft. Ik heb gezien dat onze videofilmpjes worden verwijderd, niks. Om geen enkele reden behalve dat wij kritisch vragen stellen over Israëlische propaganda. Wij zien dat onze posts minimale bereik hebben vanwege het feit dat we kritisch zijn over het beleid van Israël en westerse landen die onvoorwaardelijk Israël steunen. Natuurlijk moet je voor rechtvaardigheid opkomen. Natuurlijk moet je opkomen voor onschuldige burgers. Maar op het moment dat dat ten koste gaat, de kosten gaat van de waardigheid, van de menselijkheid van anderen, dan moeten we daar een duidelijke grens trekken. En dat is mijn boodschap. Mensen die aanwezig waren op het Dam, bij de demonstraties, ga niet de illusie voor jezelf creëren dat je daarmee klaar bent en dat het nu echt voorbij is en dat de wereld een stuk mooier is. Zelfs al zou deze oorlog, tijdelijk stoppen, moeten we de waarheid blijven verkondigen en wij moeten rechtvaardigheid, gerechtigheid en eerlijkheid altijd blijven promoten binnen onze eigen gemeenschap en binnen ons netwerk. En we moeten onze kinderen daarmee opvoeden om op te komen voor rechtvaardigheid, voor eerlijkheid. Gisteren heb ik een vlag, Palestijnse vlag, in mijn woonkamer opgehangen en mijn kinderen vroegen aan mij, waarom doe je dat, papa? Ik zeg, om niet te vergeten dat er een groep mensen zijn, die momenteel worden onderdrukt, die momenteel worden gedood, die momenteel uit hun huizen worden verdreven, om vervolgens onderweg in een bus gedood te worden. Dat we dat niet gaan vergeten, dat er voor altijd in ons geheugen moet blijven, zodat wij niet dezelfde fouten maken als degene die dat in de geschiedenis hebben gedaan. Dus mijn korte boodschap nogmaals, blijf. De kwestie en de zaak, niet van Palestijnen, maar van menselijkheid, van rechtvaardigheid. Blijf dat steunen met je hart en ziel. En probeer altijd, maar dan ook altijd, de waarheid te blijven verkondigen. Ongeacht en ondanks de omstandigheden.
Dat was wat ik even met jullie wilde delen. Ik hoop dat deze boodschap aankomt. En ik vraag Allah Azawajalla om vrede te laten terugkeren. En dat wij daar een onderdeel van mogen zijn. Dat we daar met trots kunnen zeggen tegen onze kinderen. We hebben bijgedragen aan een klein beetje vrede hier op aarde. Geen dood, geen moordslag. Geen zaken die menswaardigheid aantasten. Dat we daar ver van verwijderd van mogen worden. En dat wij een onderdeel zijn van de oplossing. Amin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.